ben erbij. We gaan eerst even een rondje blazen, voor 10 minuutjes. En dan iedereen één keer, nummer 1, 2, nummer 3, 1, 2, 3. Wat moet ik me voorstellen bij de kerstverhalenroute in uw huis? We hebben op dit moment allerlei figuranten in huis die het kerstverhaal uitbeelden. We hebben herders met echte schapen. We hebben een engelenkoor zoals je die kunt horen op de achtergrond. We hebben het kindje Jezus, Maria en Jozef, de drie koningen. En hier en daar omlijst door muziek, kerstliederen door verschillende koren. Wie is de route bedoeld? De route is bedoeld voor alle bewoners en allerlei belangstellende. Familie zijn allemaal uitgenodigd. Die zijn ook allemaal aanwezig. Heel veel familieleden gezien vandaag. En het is gewoon één groot succes. Het is een drukte. Hoe zijn de reacties tot nu toe? Tot nu toe allemaal heel erg positief. Heel veel enthousiaste reacties gehoord. Iedereen is enthousiast. Mensen blijven lekker zitten in de herberg die we gecreëerd hebben. De Frieselhof, want we doen het samen met de Elshof van Karin Dreggeland. We zitten in één pand en we hebben de handen ineen geslagen om dit voor iedereen te realiseren.
goed opstapje naar Kerstmis natuurlijk. Absoluut, een mooi begin. Ja, volgende week wordt alles helemaal in kerstsfeer gebracht. Hebben we nu nog niet kunnen doen, omdat we natuurlijk alle ruimtes nodig hadden nu. Dus volgende week gaan we met al het personeel het huis weer prachtig maken. Nou, mijn vrouw die zag een paar maanden geleden zag ze in de krant dat er gezocht werd naar kerstbomen die mensen beschikking wilden stellen. En we hebben onze boom 26 jaar geleden geplant, maar te kort aan de heg. Dus hij wordt wel heel groot en gaat over de trottoir hangen. Dus ze zegt, nou dan bel je toch op. Ik zeg, nou er zullen wel heel veel bomen ter beschikking zijn. Maar goed, ik heb gebeld en tot onze verrassing gaat dit worden. Dus daar ben ik blij mee. Waar komt de boom te staan? Hij komt volgens mij komt hij te staan op de Koornmarkt. En dan wordt hij nog een publiekstrekker voor heel Almelo. En u gaat natuurlijk wel even stiekem kijken. We gaan zeker kijken. Ik denk wel vaker dan één keer.